Last van je nek, rug of schouders door zwaar tillen, veel bukken of steeds dezelfde handeling doen? Dan heb jij misschien ook te maken met lichamelijke overbelasting op het werk. Lichamelijke belasting. Ruim 2 op de 5 werknemers komt ermee in aanraking. In sommige sectoren komt lichamelijke belasting extra veel voor. Denk daarbij aan de bouw, industrie, zorg, agrarisch en groen of vervoer en opslag. In totaal zijn bijna een half miljoen mensen ziek geworden door lichamelijke overbelasting op het werk. Ze hebben bijvoorbeeld aandoeningen aan hun rug, nek, schouder, arm, heup of knie. Gezondheidsproblemen zorgen voor persoonlijk leed, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en hoge kosten. Dat klinkt niet zo top. Hoe lossen we dit op? Ga als werkgever en werknemer na wat je samen kunt doen om lichamelijke belasting te verminderen, onderzoek of je de oorzaak van de belasting kunt wegnemen. En volg daarbij de topstrategie. De wat? De topstrategie. Komt-ie! De T staat voor technisch. Kijk eerst met welke technische maatregelen je gezonder kunt werken. Denk aan machines om je werk lichter te maken, zoals een tillift in de zorg of een palletheffer in de bouw. Als dat niet kan of niet genoeg is, kijk je naar de O van organisatorisch. Kun je bijvoorbeeld met collega's regelmatig van taken wisselen of meer pauzes inlassen. Kan dat ook niet of is het niet voldoende? Kijk dan naar de P van persoonsgebonden maatregelen. Denk aan manieren om je werk in een betere houding te kunnen doen, bijvoorbeeld door een training lichamelijke belasting te volgen. Wil je weten hoe top jij al werkt? Doe de test op hoetopwerkjij.nl en weet welke risico's je loopt en wat je kunt doen om die te verminderen.